Hey, hallo en hartelijk welkom. En ik ben in de Pyreneeën. Ik heb al jaren de droom om boven op een berg te gaan staan hout draaien. En hij is uitgekomen. Ik sta boven op een berg en ik ga hout draaien. Hoe cool is dat? En ik heb iets heel tofs om te laten zien vandaag. Ik heb namelijk een achtdelige gutsenset van Racket Power. En die wil ik graag even laten zien wat er zo al in zit en wat je daar zo al mee kan. Nou, de set bestaat uit twee dozen. Eén is voor het spindeldraaien en de andere gaat over schaaldraaien. En je kan natuurlijk de verschillende gereedschappen ook onderling uitwisselen voor bepaalde situaties. Wat meteen opvalt, leuke doos. Mooi gemaakt. Vouwt open. Oh. En dan heb je mooi die beschermingjes zelf. Meteen een mooie bewaardoos. Of als je een keer ergens je gereedschappen mee naartoe wil nemen. Als je op vakantie gaat, bijvoorbeeld. En er zit hier dus de guts in voor het spindeldraaien. In de spindeldraaiset zit ook een tegencenter. En een meenemer. Zodat je daar ook weer mee extra accessoires hebt. Altijd fijn. En wat een heel kenmerkend is van deze serie, vind ik, is het handvat. Het handvat heeft namelijk is niet rond, maar is driehoekig. En ik vind dat heel comfortabel voelen. Het is een heel lekker gevoel om een driehoekig handvat in je handen te hebben. Het hoogste punt van de gut of van de driehoek zit eigenlijk een beetje op de hoogte van die grill ook, zeg maar. Dus dat is ook prettig om daarmee te kunnen mikken, om daarop te refereren. En ik vind het heel plezierig bij te houden. Fijn handvat. Hij is niet te dik. Ik vind de gereedschappen uit de vorige serie die ze hadden met de beukenhouten handvaten, vond ik vrij dik, vrij groot. Deze vind ik heel comfortabel aanvoelen. Als ik naar het staal kijk, ziet er erg hoogwaardig uit. Ze zeggen dat ze dit zelf maken nu in Sheffield. Dat is natuurlijk de stad waar alle grote gereedschapmerken zitten op dit moment. Heb ik dan bijvoorbeeld in mijn eigen collectie heb ik daar de Hamlets en de Robert Sorby. Schuine beitel, heel mooi, ook een klein beetje afgerond aan de onderkant. Voelt heel lekker. Is een beetje vetter. Ik voel wel een braam zitten, dus die moet ik nog even verwijderen voordat ik kan beginnen met snijden hiermee. Maar het voelt op zich wel heel scherp. Vormguts. Zitten van die kleine beschermdopjes op. Die is niet in de vingernagel geslepen. Dat zal ik dan straks nog eventjes doen. Ik word even aangevlogen door een beestje. Maar het ziet er verder heel mooi uit. Dit is zo'n, even zo te zeggen, het ziet er exact hetzelfde uit als de Sorbys die ik heb. Dus echt, en dat is een absolute compliment. Het ziet er super mooi en degelijk uit. Racket Power kennen, daar gaan ze ook voor kwaliteit in deze. Echt heel mooi. Fijn. Heel mooi gereedschap. Nou, de schaaldraaiset. Hier moet ik hem even uitpakken. Wat staat nog op de tafel? Ik heb eigenlijk meteen een hele collectie gutsen. Dit is de uitgebreide set. Er zitten twee schaaldraaigutsen in. Een speciale schraper voor zwaarloosstaarten. Een soort, deze heeft dus de hoek van 90 graden min 10,5, zodat je op de zwaarderstaart uitkomt. En een rondneuzige schraper met een carbide mes, wat ook zeer fijn is voor het uithollen van kopshout. Dus je kan het ook bij spindeldraai gebruiken. Erg mooi. Mooi stevig dik gemaakt. De meenemer en tegencenter. De tegencenter is de dikke. Mooie scherpe tandjes. En de punt, daar zit een springveer achter. En het idee is ervan dat je niet heel veel druk hoeft te zetten om toch een goede grip te krijgen. Waarmee je ook minder kans dat je hout splijt bijvoorbeeld. En dan zit aan de meenemerkant exact zo. Ook met een springveer en hele scherpe tandjes. En zoals ik het inschat, kan je dus op deze manier dus ook je hout in de draaibak zetten zonder dat je de meenemer in hoeft te slaan. Normaal moet je dat wel doen. Dit hoeft dat niet, omdat dus die tandjes hoeven niet ver in het hout te kunnen grijpen om een goede grip te geven. Dus de oude eruit. En de nieuwe erin. Een klein beetje doordraaien. Hij werpt zich iets eerder uit dan de oorspronkelijke tegencenter. Je hebt een centimetertje minder. Maar is absoluut geen probleem natuurlijk. En de meenemer gaat daarin.
Cessa. Ik heb een stukje eshout gevonden in de houtvoorraad voor de kachel. En die is gewoon te mooi om niet te draaien natuurlijk. Dus maken we even ruimte. Misschien niet meer dan de ene kant. Aan de andere kant. En als je hem aandraait, zie je dat die punt mee indeukt totdat het tegencenter helemaal er tegenaan zit. Die tandkrans moet wel stevig zitten. Ik raad aan om het hout beet te pakken en dan aan het handwiel te pakken en te voelen of er nog speling op zit. Doe je zo, je pakt het handwiel en het hout. Er zit nog een klein beetje speling, dan draai ik nog iets strakker. Nu zit hij strak en dan is het goed. Wat me opvalt is dat dit gereedschap eigenlijk uit de verpakking al super goed snijdt. Er komen goede krulletjes vanaf. Ja, dat is ook echt fijn om te zien. Dit hout is wel een beetje uitdagend. Het is essenhout, maar er zit schimmel ingetrokken. Maar het zit alleen in dat vroege voorjaarshout. En dat is wel een heel leuk effect. Hier, een heel mooi zwart-wit effect. Dat ik nog niet eerder heb gezien in essenhout. Dus dat is wel interessant natuurlijk. Ik wil het hout even rondmaken. Het is mogelijk nog niet helemaal droog, dus ik ga er nog niet meteen wat van maken. Maar ja, dan draai ik het eerst rond en dan kan ik het daarna even laten drogen. Even inspecteren. Hier zit nog een klein groefje. Hier zie je bijna een rond, een klein vlak stukje nog. Dus ik ga nog een klein beetje verder, dat hij helemaal rond is. Ik wil dat hij maximaal rond is met ja, dan de maximale diameter. Net aan rond is. Het valt me op dat dit staal heeft een beetje een aparte grijzige kleur. Het is niet dat alsof die gekoot is ergens mee. Ik moet bijna even denken aan een anti-aanbaklaag. Maar ja, ik vind het verder echt een fijn gereedschap. Ik zie geen krasjes of zo komen van het draaien op de laag. Dus ik kan het niet goed. Het is heel moeilijk te zien of het nou in de staal zit of er echt een laag op zit. Het ziet er echt, het voelt heel mooi. Het handvat voelt echt heel fijn. Nou, dat is keurig zo. Mooi rond. Hoeft niet helemaal recht te zijn. Het is puur voor dit stadium is het helemaal prima. Nu moet ik altijd voorbewerken van het hout. Wel leuk, hè? Dan kan wel een mooi motiefje geven. Straks in een doosje of zo. Nou, over de nieuwe afroeguts van Racket Power ben ik echt te spreken. Ik vind hem fijn in de hand liggen. Hij is wat smaller, heeft een smallere U vergeleken met de Phil Robert Sorby die ik heb van dezelfde afmeting. Hij heeft een iets andere profiel van de U, maar ik denk zeker dat dat nog steeds heel fijn draait. Ik vind het ook dat handvat erg lekker voelen. Dat is dat driehoekige handvat. Zit een, voelt echt licht lekker in de hand. Het is heel comfortabel. Ik ben echt over te spreken. Hatiflati, hatiflati. Hatsiflatsi, hatsiflats, hatsigidei, hatsigidei.